Kijkers, en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus, jawel. Wow. Ik ben nu even iets aan het bekijken nog op mijn computer. En dan ga ik er tegenaan. En daar is mijn alarm weer al. Het is al 7:10. Dus nog 10 minuutjes. En dan moet ik gaan vertrekken. Maar ik ga vertrekken binnen 5 minuutjes, want ik moet nog langs de baan. Dus ik ben gisteren niet langs mijn ouders geweest. Vandaag moet ik terug langs mijn ouders. Ook, ah ja, goed dat ik daaraan denk. Voor mijn vuile lakens mee te nemen. Want die moeten ook nog afgeleverd worden aan mijn ouders. Want ja, mijn mama was er gisteren. Had andere prioriteiten dan koken. Kan ook eens, hè. En dan ben ik eens even aan het kijken op YouTube. En wel. Ah, ze beginnen het eindelijk in te zien. Wauw, heb je een nieuwe intro of wat? Ik vind hem echt cool, man. Hahaha. Dankjewel, Alexander Roelens. Toch eentje die het al heeft opgemerkt dat er een nieuwe intro is. Dat klopt. Ik heb dus er nog eens een vernieuwingsje in gegooid. En wat ik ook zie, dus sowieso deze week gaan er veel livestreams zijn. Dus op belletje drukken, ding. Want er gaan livestreams zijn op 12, 13 en 14 april. Sowieso. Dat ik op die LAN-party zit van 666LAN. En hoe zit het nu met 666LAN? Dat ga ik ook nog eens even goed bekijken. Zitten hun vol? Ja, hun zitten praktisch vol. Daar zitten nog 49 plaatjes. Zijn er nog maar beschikbaar? 49. Toen ik heb gekeken op 10 april om 7:20. Oké, dan. Wow. Ja, goed bezig, 666. Wilt je toch nog altijd naar 666LAN komen? Ga naar www.psychotv.be en klik op die post. Psycho. Wacht, ik ga ook eens even naar mijn website toe. Psychotv.be. Ik klik dan op die 666LAN postje en daar staat een hele mooie tekst. Ontdek een exclusieve kans om deel te nemen samen met PsychoTV Events en maak kans om een gratis ticket voor 666LAN in de Antwerp Expo van 12, 13 en 14 april 2024. Beste gamers en fans, ben je er klaar voor een onvergetelijke LAN-party van 666 Gamers? Wel, dan hebben wij PsychoTV een opwindende mogelijkheid voor je gecreëerd. Om niet alleen deel uit te maken van mijn geweldige kanaal, maar ook om kans te maken en krijgen om een gratis ticket voor dit event. Bij elke aankoop van 20 tickets via de onderstaande link, dus op www.psychotv.be, maak je automatisch deel uit van een spannende ravel. Dus dat is zo'n rat. Dus dan worden die 20 mensen die dan op die link hebben geklikt in die rat gestoken en daar wordt dan een winnaar uit gekozen. Voor elke verkochte 20 tickets wordt er één gelukkige winnaar gekozen. En deze persoon ontvangt gratis een tweede ticket voor het event. Wacht niet langer en grijp deze unieke gelegenheid aan om niet alleen deel te nemen aan de Psycho TV events, maar ook om kans te maken op een gratis ticket en een nog meeslepender gamingavontuur te beleven op de 666LAN Party te Expo. Klik snel op de onderstaande link om tickets te bemachtigen en automatisch mee te dingen naar die gratis tickets. Ik zal de link nog eens één keer hier onderaan in de beschrijving, als ik het niet vergeet, hier onderaan in de beschrijving neerzetten. Bedankt voor
Je voortdurende steun aan CycleTV. Laten we samen de spanning van gaming delen en jouw kans op de gratis tickets vergroten. En dan zien we elkaar snel op 12 april 2024 op 66LAN. Tot snel! Dan heb je daar ook nog een aftermovie ingestoken en de locatie staat er ook in gepint. Kijk maar. We gaan naar België toe. Joink, joink, joink. Hoppapapapapa. En dan zitten we hier bij Antwerp Expo. Dus wilt je echt kans maken op die ene gratis ticket, dus surf dan naar www.cyclotv.be. Voilà, Sam. Bij deze. Dus even kijken. Ja, het is ook al mooi geüpload op YouTube, mijn vlog. Eens even kijken hoe lang dat hij nog nodig heeft. Nog gewoon of 22 uur. Oké. En dan, wacht hè. Spaarstand. Ik ga nog even iets moeten uitzoeken op mijn computer en dan ga ik eens vertrekken naar het werk toe. Tot later. Zo, ik heb heel veel gedaan vandaag. Ik heb ze te stapelen. Ik heb het aftrekken. Ik heb moeten bestickeren. Ik heb moeten op de band zetten. Ik heb moeten intasten. Noem maar op. Dat heb ik vandaag gedaan en nu ga ik verder opletten op de baan. Yo, yo, yo. Zo mensen, ik heb mijn schatje even terug naar thuis gebracht. Ik ben echt dood op. Lichten aan. Anders zien jullie me niet. Lichten aan. Hier zijn een paar lichten aan. Kijk hem, hier ben ik. 9 lampen aan doen. 9 lampen aan doen. Oké, 9 lampen zijn aan. Juppiekeje. Ga mijn jas uit doen. Hupsa 3. Ik ga dan ook richting de kleine kamerke toe. Want ik moet echt onnodig naar het toilet. Dus tot zo. Voilà, hier ben ik dan terug. Ik ben terug van de kleine kamer. Even schoentjes uit doen. Ik heb ook een mededeling over Zeslan. Jullie denken van, oh yes, Psycho gaat niet. Jawel, toch wel. Haha. Nee, dus over Zeslan. Er gaat hoogstwaarschijnlijk geen vlog gemaakt worden. Ik weet het nog niet. Ofwel een ganse weekendvlog, een aftermovie vlog dan. En dan, ja, 's maandags doe ik het dan gewoon weer. De Q&A op dan nemen. Of gewoon die ook weer op bijhouden tot X-LAN. Ik ga redelijk qua livestreams aanwezig zijn. Dus hou zeker dan mijn YouTube en mijn Twitch-kanaal zeker in de gaten. En wie weet kom ik u daar dan wel tegen op de chat. Kan ook zijn midden in de nacht. Dat ik live ga of ja, overdag en al. Dus daar staat geen tijdstippen op wanneer dat ik echt live ga deze weekend. Maar live ga ik sowieso. Dat liedje, hè. Dat heb ik al redelijk lang in mijn hoofd en ik begin dat klein beetje te haten. Wat moet ik nu nog doen vandaag? Jawel, het is maar een klein beetje, maar het moet gebeuren. Ik ga de afwas doen. Dan moet ik ook wel licht hebben. Lighty, lighty, lighty. Lighty, lighty, lighty. Lighty, lighty, lighty. En binnenkort ga ik ook nog wel eens... naar mijn goede vriend Verano, IJsbar. Daar hebben we ook nog wel eens een goesting naar. Om een lekkere eetje gaan te eten.
Dat is wel, eigenlijk is dat wel echt, jullie mogen daar wel eerlijk om zijn, dat is heel lang geleden. Echt heel lang. Goed, ik dacht dat ik iets hoorde. Eindelijk het wel hoor. Mijn externe schijf van hoe scan het nog aan. Ik ga die eerst eens bekijken. Of die nog aan staan. Wat ik ook nog vandaag ga doen, dat is op mijn douche. Ook nog heerlijk douchen. Nee, die staan niet meer aan. Staat mijn boksen nog aan? Nee, mijn boksen staat ook niet meer aan. Hier is nog redelijk veel volk. Oh. En zie dus wat mooi weer dat het weer al is. So beautiful weer. En dan was ik aan het kijken als er ergens een spin was. Maar nergens is er een spin. Voilà, die gaat toe. Die gaat toe. Dan ga ik nog wat afval bij elkaar sprokkelen. Dat moet ook opgeruimd worden, hè? De afval. Als je de afval laat liggen, dan gaat dat meer en 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 meer worden. Tot je op een gegeven moment zegt van, nu kan ik het niet meer opruimen. Nee, nu kan ik het echt niet meer opruimen. Dan ga ik ook nog in een tweede pomp ook nog even laten vullen. Voilà. Ik moet twee keren gaan. Want bij de eerste keer krijg ik het niet allemaal in één keer weg. Ah ja, nu vrijdag zijn het ook vuilzakken. Dus beste leden van Alken. Vrijdag. Dus regio mei is het vrijdag. Huisophaal, vulzakken, blauwe zakken, alsjeblieft. Nu nog mijn karton weggooien, maar het is geen karton hè mensen. Alleen blauwe zakken en vulzakken. Ladies and gentlemen, ik ga nu eens lekker beginnen met de afwas, met de afwas. En, ah ja, voor de vlog, vrijdag. Ik weet niet wanneer dat die exact online gaat komen. Dus niet op de gebruikelijke hoogstwaarschijnlijk 7 uur. Maar op een andere uur. Ja. Heb ik daar meer over te vertellen? Nee. Want ik zit op dan op een LAN-party, dus een 66 LAN-party. Die gaat door in Antwerp Expo. 12, 13, 14 april 2024. Jawel, zit Psycho op hun LAN-party. LAN-party. Ik ben zo blij, hè. Ik ben echt blij dat ik terug is naar een gaming-evenement kan gaan. Onder de mensen kan zijn. Noem maar op. Ik ben er echt blij om. Ik dacht dat ik... Oh ja, ik heb mijn bord genomen, juist. Ja. Dan. Voilà. 8:30 s'avonds nog maar. En ik ben stiekem kapot. Ik heb vandaag nog geen dutje gedaan. Jee, dat is ook eens voor de eerste keer. Die moet er even, heeft geen dutje gedaan. Oh ja, wat dat schrijven. Ik weet het niet. Oh, ik ben nog iets vergeten in mijn auto. Dat is mijn rugzak. In mijn rugzak zit een potje knolpower. En in die potje knolpower, daar zit mijn lespeak in. En ik moet die bijvullen. Voor op het werk. Is dat alles? Ja. Dat was heet. Dat was heet. Oeh.
Dat was ontzettend heet. Ik vind het wel leuk dat ik zo'n Q&A om een lampparty ga doen. En als dat goed in de aarde valt en al, dan ga ik dat wel meer doen. Dus zo dan naar evenementen gaan, gaming evenementen. Godverdomme, je doet me wel verschieten. Die een auto buiten die tuten, dat is wel de boete, hè. Dus je mag niet onnodig tuten. Dacht ik. Als ik fout ben, verbeter me. Verbeter me, hè. Schiet me niet dood, maar alleen maar verbeteren. Als ik me doodschiet, hè, dan ben ik kwaad op jullie. Nee, dan ben ik echt kwaad op jullie. Want ik wil nog altijd van mijn leven profiteren. Ik wil echt van mijn leven nog altijd van profiteren. En genieten. Waar het nog kan. En dat kan nog veel. Kan nog heel veel. Zo schrik hè, dat er een bord binnenkort in twee gaat zijn. En dat is deze. Ach ja, als dat zo is, dan is het zo. Dan heb ik weer al één soeptaloor minder in mijn kast. Ja. Tiridamba, tiridamba. Weet je dat ik dat liedje zo vaak in mijn hoofd heb? Ik weet niet hoe dat komt. Ik weet niet hoe dat komt. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik ga mij nu nog lekker douchen. Douchen. Ja, dat kan lekker zijn. Dat kan heerlijk zijn. Dat gaan doen. Ja. Ja. Voilà, ik ga jullie laten. Want ik heb toch niks meer nuttigs te vertellen, dames en heren. Ik heb toch echt niks meer nuttigs te vertellen. Ik heb nog eens één keer buiten kijken. Oh, het zonnetje begint echt omlaag te gaan. Einde van de dag. Nee. Waarom doe ik zo nu? Ik weet het niet. Omdat ik mij happy voel. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest zeg ik als altijd. Ik hoop niet dat jullie thuislig zijn. Want ik kijk wel dan gewoon naar mijn camera toe. En ik ben nog altijd niet thuislig. Dus salukes. Joehoe.